Het was een grote armoedige bende. Ja, ja, ja. Nee. Die wille begint al. Wanneer kwam die opa niet, vreemd mevrouw? Wanneer kwam die opa niet, zeg maar, zei de discounter? In het laatst van de 60er jaren. Ja. Oh, dat was een grote armoedige bende daar. En ja. Dit weer erin. En ja, dat weer ja, ja, ja. Erin. Ik zit hier. Ja, doe maar even. Maar het is gewoon heel aardig, mooi, prachtig. En dan gingen ze in de rij staan voor een vliegtuig dat naar Duitsland ging. Maar goed, dat raakte vol. En toen ging hij in de rij staan voor een ding. Dus hij is heel toevallig, is hij hier in dit land. Terechtkomen. Ja. Ja, ik merk ook dat het dat heel hoor. Ik merk, ja. Ik wil ja, dat een compacter verhaal ja, wordt. Dan, van hij, het laatst van de 60e jaren helemaal on. En toen ben ze weer naar Sneek afreisd. Ja. Wanneer kwamen die opa en die zeg maar zitten in discount? In de laatste van de 60 jaar. Ja. Oh. Ja, dat was een grote, armoedige bende daar. Oh, yeah. De wandluis, die won de klok nog. En trok in. Ze hadden echt niks. Vechten om een stuk watermeloen. Na een keuring is mijn opa netjes in de rij staan gaan bij een toestel dat naar Duitsland ging. Nou, dat raakte harde willen eronder, harde willen eronder, harde willen eronder. Nou, dat raakte vol. En toen ging je in de rij staan bij een vliegtuig met bestemming Nederland. Het is geweldig, Theo. Alleen, hij ging in de rij staan voor een vliegtuig dat naar Duitsland ging. En dan komt nou, dat raakte vol. Okay. En toen ging je in de rij staan voor... Nee, dus eigenlijk is je heel toevallig. Ja. Eigenlijk maar ze hem gewoon nog een keer opzetten. Dat staat een paar keer dorst, dat staat in een Beelenveld. Honderden Nederlandse boeren die met hun hele gezinnen naar Canada zullen vertrekken, dat alles veroorzaakt op de Wilhelmina-kade van de Holland-Amerika-lijn in Rotterdam een grote drukte. Sibold de Haas. Poeh. Dat is een jonkje van de Graide, midden uit Friesland. Als er een dikke 20 is, uit Friesland wijgiert, omdat er hier geen perspectief voor hem zocht in wat hij wou graag wil. En giert zo lang voort, ik kom haast de meeste leven net weer om. Er zit wel een jaar of 50 tussen, voordat het besluit weer om te gaan. Ik heb mijn hele leven onwennig geweest. Als ik nou eerlijk ben, al is mijn hele leven. Tja. My whole life homesick. Niks meer, niks minder. My whole life homesick. Dat ik zo soms is. Ik heb de gelukkige omstandigheid dat ik een hele goede vriend heb. Die is nu 22 jaar. En hij is met 20 jaar naar Amerika gegaan. Het oer al in werken. Het hem al een griezelig opwerken. Het zo het geld verdienen en is nu 22. En had bezocht een paar jaar om in Akkrum, in het ouderlijk huis, weer te wijnen met zijn vrouw. Want hij dacht, Friesland, daar moet ik nog maar beginnen. En hij is hier in, en ik ken je net Azië. Hij ken je wel weer Azië, hij ken net Azië. Het is een wipwap wat erop zit. En uiteindelijk kies er dan toch weer om naar Amerika te gaan. He. Punt uit. En het maakt in één koffer. He. Ja, doe je erheen, hè? Doe ik alleen maar duizend en snuizen kleren. En het was overal, meer hier ik niet en meer hoed ik niet. Mooi, hè? Ik vond dat juster jong die start van Dijfreer op een koffer, dat wie plus. Oh, ja. Die wie heel goed, die hier de lichtheid die het haar maakt. Het is bed and breakfast. En daarna bed en brochje. Ja. Ja, je vindt hier een opreden land, begrijp ik. Beetje een park, ja. Alles creëert een opreden. Ja. Ja, ja. Ruilverkaveling egaliseert en nivelleert. Het oortland tussen de diek en de grut veert van baat naar litens. Nou. Daar liggen grote grieze modderbulten op een nieuwe tijd te wachten. Loon zat loon bedoeld is, dat verliest zijn karakter.
Ik ben wel van een generatie die het opgroeit is met mijn cybersatelliet. En dus onder oren, Freerik en Romke ben toen wel persoon geweest van mij om ek, dit vak in te gaan. Dus om dan dat ik de kans dan krijg om mijn zo'n man op het toneel te staan, dat is heel bijzonder. En dat is zeer een heel mooi leerproces. Deusje, je komt van Snits. Geboren en getogen. Nou, ik zal eerlijk wezen, ik zie die van een buitenlander. Hoor. Ja, iemand die mijn kleden zou bij de dwarrenlanders gaan. Oh, ze. Nee, dat niet. Nee, mijn familie komt uit Turkije, Oost-Turkije. Oh, ja, chef. Gastarbeiders. Ja, ja. Die winden in mijn tijd nog net, no? Dat waren jou toch eigenlijk ook, hè? Hé? Hey? Een gastarbeider. Nee, om een bliksem. Ja, maar daar in Canada natuurlijk, daar toch wel? Nee, hoe komst erbij? Gastarbeider? Nee, jongen, wij zijn gewone arbeider, hè, in de eerste jaren, hè, maar letter ik al net meer, maar gastarbeider? Nee, immigranten, dat zijn wij. Het bij jezelf wijst op je wollen van je gevoel van waarom te gaan. En, en omdat de verwerking kies je verwerk. Dus je wrotten en vramen, zodat je gedachten niet die kant uit gingen. En je moet je willen, maar tegelijk jankje. Dat soort dubbelheid zit in dit stuk. In het stuk zit een plotwissel die we absoluut net verklappen zullen met de meeste machine. Maar kerst je het moment erin je denkt dat ze dacht, hey, damn it to a game. Wat voelde je dat van gevoel als schrijver? Ik ga heel lang tiespelen van die man die komt wat en die komt hier dus weer waarom. Na die 50 jaar. En die maat wat mooi, maatje. Dat een verbinding had, maar doet er voortgaan. Nou, dat is. Dan ben er eerst op prakassages in criminaliteit en weet ik. Maar uiteindelijk is er wat uitroegelen. En dat zullen mensen wel ervaren als ze komen te zien. En wat dacht ze toen dat idee hier is? Is toen euforisch? Hoe heet dat? Ja, en ik weer gewoon die.